Voor deze Antwerpse havenpijl, een wedstrijd van de UCI-kalender, staan 24 ploegen aan de start. Maar uiteraard ook ploegen uit Antwerpen, zoals de Royal Antwerp Bicycle Club. Voor de organisatie tekenen het Vliegend Wiel en RABC, die de regionale renners een hart onder de riem willen steken. Een van die mannen is een plaatselijke kerel die op een paar kilometer van zijn deur mag rijden. Dat klopt, die wedstrijd komt op een vijftal kilometer van mijn deur. En het is een mooie wedstrijd waar ik mij zeker wil laten zien. Er zullen ook weer veel supporters langs de kant staan, zo dichtbij huis, dus wel leuk. Het is een koers voor de spurters, zoals de mannen van Accent Willems Verandas. Maar daartussen herkennen we een oude getrouwe, ooit nog winnaar van Parijs-Roubaix. Well, it's not really a young team. It's a team that supports a charity, and UK Youth is what we try and promote. So together with Nigel Mansell, the former Formula One driver, world champion, we started up a team 2 years ago that promotes a charity that work with young people who are not so fortunate and have a difficult start in life maybe, and we try and inspire them to do something with their lives. It's a beautiful goal in life, but races like this should be a piece of cake for you. Well, if I'm in good shape, it should be all right. I should be up there, but you know, the young guys are still riding very fast, and you know, I'm sort of getting there. I've had a bit of a tough year with a lot of illness, caught a virus very early on in the season, and I've been out for almost 2 months. So this is my first race back since May. So we shall see how the legs are. Gespannen zenuwen bij de topspurters als Kaathoven en de mannen van Landbouwkrediet die rekenen op Klaes of op Stallaert om het af te maken en zo de opvolger te worden van de Zwitser Pirmin Lang, die vorig jaar nog won. In 2010 was de winst weggelegd voor de veel te vroeg overleden Rob Goris. En verder ook heel wat buitenlandse winnaars, waarvan sommigen al een tijd lang van het toneel zijn verdwenen. Met 173 zijn ze aan de start om precies evenveel kilometers af te leggen, verdeeld over één grote ronde van 64 kilometer. En die brengt ons langs heen de Scheldeboorden en de havenbedrijven via Lillo terug naar Merksem. We rijden de Zandvlietbrug over om dan 8 lokale ronden te gaan opzoeken, goed voor een totaal dus van 173 kilometer. Het parcours van de havenpijl is vlak en eerlijk, maar niet selectief en ontsnappingen hebben meestal geen lang leven. We vertrekken in gesloten slagorde naar de officiële start en er zitten er al klaar om van bij het lossen van de bende meteen aan de haal te gaan. We zien dat vooral de gele jongens van de Nederlandse ploeg De Rijken op vinkenslag zitten. De officiële start is gegeven en meteen wordt het tempo de hoogte ingejaagd. De eerste die graag op stap wil is een mannetje van de Algerijnse ploeg Jovco. Michael Nicholson heet hij. Veel te vroeg. En er komt nog een gevaarlijke brugovergang ook waar de treinsporen in de rijrichting liggen. Het peloton komt er zonder kleerscheuren overheen. Nicholson wacht op versterking en die komt er van Pitch Schlechter van het team Leopard Trek. We zijn dan nog maar 10 kilometer ver en het is opboksen tegen de wind die is komen opzetten. Het peloton trekt zich op gang. We zijn dan in Lillo, waar de oude molen de enige restant is van een ver landelijk verleden. Maar dan na 13 kilometer wedstrijd, een eerste valpartij. Hier wordt de Japanse ploeg Shimano bijna volledig uitgeteld. Ze zijn gestart met 5 en er liggen er hier 4 tegen de grond. En amper een kilometer verder liggen ze nog eens tegen het asfalt, met hier nog meer slachtoffers. We zien onder andere Le Pla en Roelands, Kraags, Pardini, Van Kouwenbergen, Van Herk en nog een tiental anderen. Voor de jury is het genoeg geweest en de wedstrijd wordt geneutraliseerd, zodat iedereen die dat nog kan, terug naar het peloton mag rijden. In het totaal zijn in de eerste 2 valpartijen een 30-tal renners tegen de grond gegaan. Een paar jongens werden zelfs naar het Jan Palfijn ziekenhuis afgevoerd. Sommigen zijn geschaafd en bebloed, maar strijdvaardig. Na een paar minuten oponthoud kan de koers weer verder en dan moeten er nog 160 kilometer gereden worden. Maar het enthousiasme lijkt een beetje gekoeld. Het peloton houdt het tempo wel hoog, maar aanvallen wordt er voorlopig niet meer gedaan.
Tot Kurt Hoveling het welletjes vindt. De man uit Merelbeek rijdt even voorop, maar met slechts één andere enthousiasteling in het wiel draagt deze ontsnapping ook al niet ver. Het peloton houdt alles onder controle en in de buik peddelt de Zweedse reus Bakstedt gezapig mee. 37 is hij al en naar eigen zeggen heeft hij er weer zin in. Of we hem ooit nog terugzien in het grote profpeloton, dat is nog zeer de vraag. Dit is Bram de Kort, een jonge Nederlander uit het cyclingteam Jo-Piels. Een continentale ploeg waarin jong talent rustig kan rijpen. De Kort is met Pedersen en Boeven even voorop gaan rijden op de brede industrieweg langsheen de gekende havenbedrijven. Maar ook deze ontsnappingspoging gaat niet door. De eerste grote lus van het parcours gaat over brede en lange en rechte wegen vooral. Maar daar is het heel moeilijk om weg te rijden van het peloton. Magnus Bakstedt wil zich tonen in deze wedstrijd. Zoveel is duidelijk. Als de beer op kop gaat rijden, vliegt het tempo nog meer de hoogte in. Ook Hoveling, die wil hier altijd wel koersen. Vorig jaar werd hij nog vijfde in deze havenpeil. We zijn dan 50 kilometer ver en dat is het moment dat twee renners er alleen van doorgaan. Achteraan zien we Daniel McLay van Lotto Belisol. En voor hem rijdt een groot talent uit Luxemburg van Leopard Trek. Bob Jungels legt zich als een volleerd tijdrijder. Niet verwonderlijk, want 2 jaar geleden werd hij nog junioren wereldkampioen in die discipline. De twee rijden een voorsprong van 20 seconden bij elkaar, maar meer dan dat krijgen ze van het peloton niet. En iets later worden ze weer teruggepakt. We zien ook een heel bedrijvige Koen Barbé die weg wil en er ontstaat een breukje voorin. We komen dan op het plaatselijk parcours. De twee leiders zijn ingelopen en het begint nu ontsnappingspogingen te regenen. Een eerste, iets omvangrijker groepje bestaat onder meer uit de Nederlander Pasquino. Verder ook Koenen, Van Geel, Dernies en de aanstoker Barbé. We zijn dan op 120 kilometer van de streep. We hebben er 55 verteerd. Maar ook deze groep kan niet voorop blijven en iets verderop is alles weer te herdoen. De ploegen die heel veel werk verrichten zijn Team De Rijke, Landbouwkrediet en Lotto Belisol. Nog 100 kilometer en we hebben 4 leiders uit 4 verschillende ploegen die een voorsprong hebben van 20 seconden. Die 4 zijn Justin van Hoeken van Wallonie-Bruxelles. We zien ook Christophe Pfingsten van cyclingteam De Rijke. Bobby Traxel van Landbouwkrediet is er ook bij. En de 4e ruiter is Stefan Zummeren van Lotto Belisol. Het kwartet trekt de aankomstlijn over en er blijven dan nog 7 ronden van bijna 14 kilometer, dus nog 98 kilometer te rijden. Christophe Pfingsten uit Potsdam is Duits kampioen veldrijden, maar een kerel met heel veel inhoud. En dat hebben de anderen ook. Van Zummeren lonkt naar Traxel, ooit nog winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne in onmenselijke weersomstandigheden. Maar in het peloton komt reactie op gang. Eerst een trio waarin we alweer Hoveling herkennen. Maar daar druppelen nog een paar renners bij en er vallen er weg. We zien ook Wouter Daniels van Melbotech, de enige overblijvende Japanner van Shimano, Yuzuru Suzuki. Maar de aanvalspoging wordt gekanterd door de ploegen die liever met het viertal voorop blijven. En bij die 4 loopt het gesmeerd. Op 80 kilometer van de streep hebben ze 50 seconden voorsprong. En bij sommige jongens begint de hoop te groeien om definitief voorop te blijven en straks met z'n 4 te kunnen spurten voor de overwinning. Een tweede kwartet heeft zich losgewerkt uit de groep en rijdt op een halve ronde naar de 4 leiders toe. Die laatste 4 zijn Pedersen van Blue Water Cycling, Jonas Ljungblad van Differdange, Sven van Luik van Jo-Piels en Jim van den Berg van Koga Cycling Team. We krijgen dus 8 leiders op 5 ronden van het einde. Een hoofdzakelijk Nederlands getinte groep met Stefan Zummeren als Vlaming en Justin van Hoeken als Waal. Een man die een heel regelmatig seizoen afwerkt en onder andere top 10 plaatsen verzamelde in de Omloop Het Nieuwsblad en de Beverbeek Classic en ook in Gent-Yper. Maar het botert niet al te best in die kopgroep en er zijn er die zich liever zouden laten afzakken terug naar het peloton toe. Ervaren rot in het vak is Bobby Traxel, die aan de streep zeker niet traag is. De 8 lopen uit tot een kleine minuut, maar meer krijgen ze niet van het peloton waar het vooral Leopard Trek is dat het tempo hoog houdt. En dit is de Deen Pedersen, dit seizoen winnaar van een etappe in de rittenwedstrijd en post-race, dit jaar gewonnen door de Fransman Baldo.
Pech voor Sven van Luik. Hij rijdt lek voorin op 65 kilometer van de streep. Van Luik wordt geholpen door de neutrale wagen van Mavic, maar de zeven zijn weg en Van Luik zal iets later weer opgepikt worden door het peloton. Sven van Luik is 23, afgestudeerd in de sportsmarketing, maar een doorzetter die er alles aan doet om terug in de kop te komen, maar tevergeefs. De zeven leiders gaan de laatste 50 kilometer in met een voorsprong van 3/4 minuut op het peloton dat nu een spelletje speelt met de vluchters. Soms komen ze terug tot op een goede halve minuut en dan zakt het tempo weer weg en krijgen de leiders plots weer een minuut voorsprong. Het is duidelijk dat de groep de vluchters niet te vlug wil terugpakken. In dat peloton zijn het alweer de jongens van Adriano Baffi, Leopard Trek, die alles onder controle hebben. Met Alafaci en vooral Brambilla hebben ze heel snelle jongens bij. En die willen natuurlijk niets liever dan een massaspurt. Maar ook de mannen van Marco Polo Cycling Team met Bartlett, Jan Kuiks en Chris Masek regelen het tempo mee voorin. Ljungblad schuift naar de kop. En Bobby Traxel slaat in zijn beste Frans een babbeltje met Justin van Hoeken, die vorig jaar nog het Belgisch record brak op de kilometer tijdrijden. Wielrenners gebruiken niet al te veel woorden, een gebaar of een hoofdknikje kan voldoende zijn om elkaar te verstaan. Nog 70 kilometer te gaan en de voorsprong van de leiders blijft schommelen tussen de 40 seconden en de minuut. Bij die leiders doet iedereen zijn werk en vooral Stefan Zummeren wil met deze groep naar de finish. Maar de vijf leiders voelen de bui hangen. We zijn nu op 30 kilometer van de finish en de voorsprong van de leiders is geslonken tot 20 seconden. Maar Bobby Traxel is met zijn 31 de meest ervaren en dit seizoen ook winnaar van het puntenklassement in de Ster van Bessèges. We zitten dan in de voorlaatste ronde en het peloton komt op snelheid met een heel sterke Kevin Callebaut, een jong talent uit het team Aliplast. Callebaut combineert studie met koers en een man met karakter. Ze proberen met een paar weg te rijden, maar het zijn de mannen van Leopard die niets meer aan het toeval overlaten en alles terughalen. In het peloton zijn het nu de mannen van Colba met Govaerts die de leiding nemen en daarachter de hele trein van Wallonie-Bruxelles, de ploeg van Michel Dernis, die met Drot, Polazzi en Tomé sterke ijzers in het vuur hebben. Team De Rijke zet zich dan op kop voor de snelle mannen als Groenewegen en Havik. En ook Accent Jobs Willems Verandas zit klaar. Zij hebben onder meer Kaatoven en de stagiairs Stevens en Verraas die het in de spurt kunnen afmaken. Als we de bel van de laatste ronde horen, zijn we voorin nog met vier, want de onfortuinlijke Stefan Zummeren is op 15 kilometer van de streep lek gereden. Brute pech voor de winnaar van Zeelen en Herselt, maar ook met z'n vieren blijven ze ervoor gaan, ook al voelen ze het peloton nu heel dichtbij komen. Op 12 kilometer van de streep hebben ze nog nauwelijks 15 seconden voorsprong op de jagende groep die nu de prooi voor zich uitziet rijden. Het is een kwestie van tijd voor de moedige mannen teruggepakt worden. Ze hebben dan al meer dan 100 kilometer op kop gereden. Het zijn twee jongens van Accent Willems Verandas die de kop trekken. Timothy Stevens tot voor kort bij Ovita IJzen en Benjamin Verraas van Bofrosteria. Zij krijgen de kans zich als stagiair waar te maken in een profteam. Ze blaken allebei van conditie, dat bewezen ze met overwinningen in de Ronde van Vlaams-Brabant. De ploeg trekt dus volop de kaart Kaathoven. Voorin hebben ze het nu begrepen op 10 kilometer van de streep. We gaan dus naar een massaspurt toe, met nog een beleefde groet van Traxel richting thuisfront. Het zijn de ploegen De Rijke en Accent die de boel weer samenbrengen. Maar dan zet Landbouwkrediet een treintje op met alweer Traxel, Barbé, De Waalen, Baastaans en Hovelink die Stallaert en Klaes moeten piloteren. Het mannetje van cyclingteam Jo Piels probeert nog weg te rijden, maar het tempo in het peloton wordt ontzettend hoog gehouden en het is voor deze jongen dus vechten tegen de bierkaai. We zijn dan op minder dan 5 kilometer van de streep en Landbouwkrediet roept de enthousiasteling al snel weer tot de orde. We
We krijgen dus een spurt met het hele pak zoals de traditie het wil in de havenpijl. Rechts duikt de Italiaan Alafacci erg snel op. Links spurt Kevin Kleis, maar veruit de snelste is Joris Stallaert. Die wint voor Alafacci en Kleis. De Nederlander Havik wordt vierde voor Timothy Dupont. Stallaert heeft nog een wiel voor op Alafacci en de jump van Kleis is goed genoeg voor een derde plaats. Ja, nou ja, ik ben snel in zo'n klein groepje en Jori is gewoon de rapste van de ploeg in een massasprint. En met Kevin Kleis hebben we nog een rappe man, dus we hadden twee paarden om op te gokken. Ja, ze worden 1 en 3, dus super. Op het einde zaten jullie een beetje te bidden van, laat ze nu maar snel komen met dat peloton. Ja, nou ja, ik niet. Ik denk dat ik had kunnen winnen met die vier, maar toen ze terugkwamen wist ik gelijk wat ik moest doen. En ben ik gelijk volle bak zoveel mogelijk op kop gereden. Heb ik denk nog 1,5, 2 kilometer, 3 kilometer nog goed werk kunnen doen. En toen heb ik afgegeven en toen zaten we ze op 2 kilometer van de meet met 4 of 5 man. Nou, dat was met zo'n groot talent als Stallaert heb je kat in het bakje normaal. Kat in het bakje, maar de jonge Italiano Eugenio Alafacci, podium in de Triptyque des Monts Château en in de Tour du Loir-Échère kwam toch nog dicht. Ja, sure. Today was a really fast race. The speed is very, very. I think we have 46 or 47 to average. And then in the beginning, after 20 kilometers, was a big crash. And I have crash and I have a little pain in the leg, but at the end I work for Brambilla for the sprint, but in the last 300 meters I'm the first part and I think okay, I go full at the finish, and 50 meters I was in sixth place. And I go full, but at the end, second is a good result. De Antwerpse havenpijl krijgt zo nog eens een Belgische winnaar met Joris Stallaert, die van heel ver terugkomt. Ja, ik heb dus eigenlijk in totaal 5 maanden aan de kant gestaan met clearcore, dus mononucleose. Ik heb 4 maanden niet kunnen trainen, dan een maand terug beginnen naar opbouwen. De bloedwaarden beter in. En dan vandaag mijn 6e wedstrijd. En meteen op mijn waarde dat mijn spurt goed ging gaan. En de ploeg geloofde erin. En nu met deze overwinning is het toch wel een mooi bedankt aan de ploeg. Die toch wel enorm in mij geloofd heeft. Ze hebben mij enorm veel rust gegeven. En ja, het is toch wel mooi als je dan zoiets kan weer doen. Een mooi podium dus in Merksem en niet tegenstaande de paar valpartijen toch een puikenorganisatie van de mannen van voorzitter Huijbrechts. De top 10 van deze 22e havenpijl ziet er dus zo uit. Winst en tweede profzege voor denderbellenaar Stallaert. Eugenio Alafacci is knap tweede, Kevin Kleis derde. En verder heel wat buitenlands geweld met daartussen Dupont van Bofrosteria als vijfde en Suarez Martinez van Colba Superano als achtste.